Het is wel echt een lekker masker, want mijn huid is zo verschrikkelijk zacht en glad. Echt super. Goedemorgen, het is vandaag zondag en we wilden vandaag heel gezellig naar het bevrijdingsfestival gaan, maar het is zulk ruim weer. Het is nu zondag, een paar minuten geleden regende het, blijft maar doorgaan, dus dat vind ik niet echt de beste planning, want deze dame gaat ook heel hard zeuren als het nat regent. Dus ik heb nu verzonnen dat we even een lekkere spa-dag samen gaan. Maskertjes! Dus, ja, gaan we maskertjes doen. En ja, dan moet het ook goed komen. Maken we er een leuke laatste vakantiedag van. Ik heb maskertjes gepakt. We hebben deze. Kijk of die scherp gaat in beeld. Ja, glittermaskertjes. Dus we even benieuwd. Er zitten er 4 in, dus dat moet lukken. Die gaan we opdoen. En het zijn peel-afmas. Nee, zijn er toch 4? Ja, 4 zitten erin. Zei ik dat niet? Volgens mij wel. Nee, 3 toch? Dat zeg ik. Nou, ik dacht dat het 4 zijn. En er zitten er 4 in. Even kijken, dat zijn deze zakjes. Dat zijn er 3. Ja, er zit nog 1 in een doosje, maar dat maakt niet zo uit. Dus die gaan we even opdoen en dan moeten ze een kwartiertje tot 20 minuten blijven zitten. En het zijn peel-offs, dus dat is ook wel lekker. Ik ben zo benieuwd naar dit masker. Ik ga beginnen bij Sarah. Het is natuurlijk een glittermasker. Oh, wat gaan die dingetjes altijd moeilijk open. Moeilijke, ja. Heel moeilijke zetten. Zokje open? Hij ruikt wel echt heel lekker. Oh ja, jullie moeten het ook een keer die glittermasker kopen. Het is echt wel heel mooi. Kijk of ik het scherp kan krijgen in beeld. Nou, het loopt eraf, ik laat het zo zien. Kijk op mijn vinger. Er zitten sterretjes en glitters in. Doe het op mij. Doe het op mij. Echt heel cool. Doe het op mij. Oké. Okay. Ga maar even in kleermaker zitten. Ja. Eerst mijn ogen. Nee, het mag niet op je ogen, schat. Dus ik moet zo... Dit is niet eng, dit is niet eng. Dit is voor te gaar. Je moet alleen even niet zo lachen, want dan krijg ik je maskertje niet goed op. Oh nee. Dan heb je een glittersnoer. Even stilzitten, even niet lachen nu. Niet doen, ik wil geen snoer. Ja, maar dan moet mijn masker. Kom hier. Ik krijg een hele mooie zachte huid van je. Nou, eigenlijk lijkt het ook een beetje op slijm als je het ziet. Maar dan net anders. Dan krijg je een hele mooie zachte huid van. Steltjes huid. Ja, die gaan er wel bij afhalen. Kijk hè. Wauw. Mag ik kijken? Even wachten. Sarah heeft het eerste maskertje op. En kijk hoe cool. Eenmaal glittertjes en sterretjes. En die mag gaan uitharden. Ik heb haar expres als eerste gedaan, want dan kan die er eventueel ook als eerste af als ze dat wil. En nu voor mezelf. Ik ga even op de grond zitten. Want dan kan ik het schermpje als spiegel gebruiken. Ik maak eerst haar zakje even op, want daar zit nog best wel veel in. Kijk, het is wel echt... Wauw. Ja. Bij jou ziet het er echt veel mooier uit. Oh, maar je ziet... Ik kan het echt niet heel goed. Je kan alleen maar... Je ziet er net uit als een monster. Je bent toch een grinzelig monster, mama? Een glittermonster. We hebben de maskertjes bij de op. Bij Sarah zie je veel meer roze, maar die heeft een heel ander huidskleurtje dan ik. Ik vind het wel echt we mega cool. Zullen we samen de... Neuskus doen. Dat gaat niet goed. Ik voel heel het masker meegaan bij jou ook. Dus we gaan ze even laten drogen. En dan gaan we even nageltjes lakken. En dan gaan we ze er dadelijk afpielen. En nu maar even Sarah de nageltjes lakken. Dat vind ik altijd best wel lastig. Want ze zijn zo kleine nageltjes. Dat ga ik even zonder camera doen. Ik heb 1 handje van Sarah de nagels kunnen lakken ondertussen. Laat maar zien. Laat maar zien. Moet nog een laagje zo overheen en de maskers gaan al aardig loslaten. Dus ik ga eerst die van Sarah met de eraf halen.
Het is wel echt een lekker masker, want mijn huid is zo verschrikkelijk zacht en glad. Echt super. Ik heb alleen even mascara opgedaan en even snel naar de supermarkt voordat ik ga koken. We hebben lekker lopen tutten. Ja, dus dat. En wat heb ik gehad bij de supermarkt? Rijstwafels 2 keer. Spinazie vast voor morgenavond. Voor de rest heb ik eten. 2 keer aardbeien. Kan je helpen? Krusli voor Sarah, daar is ze helemaal gek op. Yoghurt. 2 keer ook. Dat gaat best wel hard. Best wel een gezonde boodschap gedaan. Bananen. Appels zitten hierin. En we hebben abrikozen mee. Die wilde Sarah heel graag. Het is best wel een gezonde boodschap. Ik wil morgen ook echt weer beginnen met echt gezond eten. Op vakantie is dat ook niet echt gelukt. Dus dat moet helemaal goed komen dan. Ik ga een van mijn favoriete dingen doen. Er is een nieuw seizoen Supernatural. Die heb ik nu. En dat is echt wel een van mijn allerfavorietste series. En die ga ik lekker kijken. En ik ben de avond alleen. Dus ik heb er zo'n zin in. Nou, mijn bingwatch is weer voorbij. Ik ga slapen. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En een duimpje achter te laten. En zie ik je morgen. Doei!